Zo dichtbij. Mijn vertrouwde plekje, hè? Oei, eeuwige second. Ja, nu kom ik er echt niet meer vanaf. Maar ik ben heel blij dat ik dit allemaal heb mee mogen maken. Sowieso, als ik ergens aan begin, dan wil ik het afmaken en dat is gelukt. En Jeffrey heeft verdiend gewonnen. Ik bedoel, zijn sprongen zijn gruwelijk. En ja, het is een turner, maar kom op. Het is gewoon, we hebben allemaal doodsangst uitgestaan daar. En ik heb voor mezelf heel veel overwonnen. Ik heb mooie dingen laten zien. Dus ik heb alles eruit gehaald wat erin zat, maar het was net niet goed genoeg. Maar je hebt wel een mooie diepe buiging van Frans meegekregen. Precies, die diepe buiging zit in de pocket. En de mooie woorden van alle andere juryleden ook. Dus die neem ik mee naar huis en daar ga ik heel lekker op slapen vanavond. Nu geen danscarrière, maar een springcarrière? Nee, ik ben eigenlijk al sinds 2012 VJ bij MTV. Daar ben ik begonnen met presenteren. En dat is eigenlijk wat ik heel graag wil gaan doen. Ik dans er nog steeds wel naast. Dat zal altijd een deel van mij blijven. Maar ik wil heel graag verder met presenteren. Dus ik hoop dat dit een soort springplank was daarvoor. En dat er mooie aanbiedingen komen. En ik ben jurylid en coach bij AVRO Junior Dance. Dus er zijn verschillende dingen waar ik nu bezig mee ben. En ja, dat is waar ik me nu op ga focussen. Nu ik niet meer van die duikplank afhoek. Dankjewel en succes. Ja, dankjewel.